En ook de Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft aan de vooravond van haar 55ste verjaardag jubilarissen gehuldigd. De huldiging vond plaats in het Residence Inn Hotel. Het werd een gezellige avond voor de jubilarissen die er 25, 30, 35 of 40 dienstjaren op hebben zitten. SLM-directeur Robbie Lachmisien bedankte de jubilarissen voor hun loyaliteit, maar ook stond hij stil bij de huidige uitdagingen van het bedrijf. Ik ben blij om al deze gezichten om me heen te zien. En ik ben blij dat ik in deze stormachtige tijd de SLM mag leiden. Want ik weet, en ik heb het bij de gepensioneerden gezegd, en Gerda heeft het net gezegd, mijn SLM, mijn hart lijkt een beetje op die rode vogel. Niet helemaal hoor, maar een klein beetje wel. En niet alleen mijn hart. Iemand die niet van de SLM houdt, gaat niet 40 jaar werken, niet 35 jaar werken en niet 25 jaar werken. Vandaar dat ik zeg, we zijn één biggie familie en we gaan SLM uit het stormweer waarin we nu verkeren, gaan we halen. En ik ga die kar trekken. Alleen, wat ik verlang, dat iedereen die kar ook mee helpt duwen. Lachmisien zei verder dat wanneer het bedrijf stormachtige tijden meemaakt, hij van een ieder verwacht dat ze in eenheid verder gaan. Laat maar niet te somber zijn, want we gaan feest vieren. Dus, u weet wat voor slogan ik heb. SLM, let's go for it. Ja, we gaan het maken. We gaan uit die storm komen. Meneer Deira, die ik vandaag ook had uitgenodigd, maar hij is er niet, heeft eens gezegd, SLM is net een kurk. In stormweer zie je SLM niet, die zie je die kurk niet. En iedereen denkt dat die kurk weg is, die kurk is verdronken. Maar als het weer dan is opgeklaard en het heeft prachtig water zoals daar in het zwembad, dan zie je die kurk weer drijven. Aldus SLM-directeur Robbie Lachmisien gisteravond bij de huldiging van 68 jubilarissen. Samen met de vakbond wil hij het bedrijf binnen een jaar haar oude positie teruggeven.